Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van de KV Mechelen Kermode. En ja, jullie hadden al heel wat suggesties achtergelaten van spelers die ik misschien eens kan kopen. Iemand zei dat ik deze speler moet kopen. En ja, ik ga deze speler al meteen eens gaan scouten, want dit ziet er wel interessant uit. Okay, dus de speler die we willen halen is 1,2 miljoen waard. Oké, schaam ook een akkoord. Ga deze nieuwe speler ook even meteen al proberen op een leerlijst te zetten. Oké, wedstrijd tegen Sint-Truiden uit. En we winnen met 0-2 met goals van Schoofs en Orban. Tegen Solte wil ik wel winnen. Oei, we spelen gelijk. Het wordt 1-1. Oké, de volgende wedstrijd is thuis tegen Cercle. En die wedstrijd wil ik wel spelen. Voorzetten. Ah, jammer. We halen een hoekschop. Ik ben slecht met corners, maar kunnen we misschien nu trappen? Nee. We zijn nu al heel erg dicht. Keeper uit, gelukkig. Orban. Hij is erdoor. Nu moet hij ook afmaken. En dat doet hij. 1-0 voor ons. Mijn goal van Orban. Dat was mooi gedaan van cirkelen. En oh nee, dat is gevaarlijk. Ze maken gelijk. Ah ja, Cercle komt nu in de wedstrijd. Oké, please maak hem af. Dat doet hij. We staan weer voor. Het gevaar is toch niet weg, want hoekschop hier. Oké, hier even snel op snelheid en hij fluit af. We halen toch nog de 3 punten. Ja, alleen oké, pot accepteren. Oké, nu Eupen. Ik denk daarna zeg ik Antwerpen, dus hopelijk kunnen we tegen Eupen punten pakken. Want tegen Antwerpen verwacht ik dat we geen punten pakken. En we winnen met 3-0. Dat is wel een mooi resultaat. Oké, dit gaat heel erg lastig worden. Ja, we verliezen met 2-0. Ik zag ook net dat Sander of nog uitkomt uit. Dus we moeten 2 keer uitspelen en dan 2 keer thuis. En dan komt ook nog Gent. Dus dat wordt een interessante wedstrijd. Oh, we spelen 2-2. Orban die weer gescoord. Oei, we staan zesde. Charleroi heeft ons ingehaald. Orban. Hopelijk scoren nu. Ah, is iemand anders, maar ah, we winnen. Ook gewonnen. Ah, Charleroi heeft verloren. Want we halen, of ze hebben gelijk gespeeld. Ja, ze hebben gelijk gespeeld. Dus daardoor springen we boven hun. En de volgende wedstrijd is dan tegen Gent. Dit wordt een heel erg leuke wedstrijd. Ik voel het. De bal gaat naast. Deze keer goed doen, nee, een keeper pakt. Nee, geen goed schot. Oh nee. Keeper pakt. No. Staan achter. Orban is ook mee. Passen naar Orban. Afmaken. Oh, hij trapt tegen de verdediger aan. Oh nee. En net als we goed praten over onze keeper, laat hij een bal binnen. Kan ze wissel doen. In de klas storm. Pasen. Ah, Orban! Oh, ik moest sneller schieten. En zo verliezen we deze wedstrijd, helaas. We kunnen niet altijd winnen. We staan zes dus. Ah, we winnen hier wel gelukkig.
Dit is de stand voor de playoff ronde. We staan tweede in deze playoff. En ik moet deze playoff toch wel winnen. Het is toch niet gemakkelijk playoff 2. Zeker omdat Union, Genk en nog Charleroi. Nu ook even kijken naar de topschutters, Constant. Jansen nog steeds op 1. Ik wil u hierbij ook wel bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond u deze video leuk. Laat het dan weten in de reacties. En dan zie ik u weer terug bij de volgende video. Dus doei doei!